Welkom terug bij de Soundmix. We hebben nog heel veel talent voor de boeg. En we beginnen met alweer een nieuwe kandidaat. Hier komt hij. Patrick Knight is het geslaagde resultaat van een gemengd huwelijk tussen een Vlaamse en een Brit. Zijn leven lang al woont hij in Hoboken bij Antwerpen, waar hij een hoop mensen kent. Vooral dan via de dartsclub. Met deze drie musketiers is het stevast doorzakken geblazen. Na een zware nacht moet uiteraard stevig ontbeten worden. Pas dan kan Patrick zich volop storten op het kraaknet houden van zijn wonst. Een man van alle markten thuis, hier is hij, Patrick Knight! Dag Patrick! Kom erbij. Jij bent van gemengde komaf. Ja, dus ik ben wel geboren in België, maar ik heb wel het Engelse bloed in me. Jij hebt het Engelse bloed. Van waar komt het Engelse bloed? Wie is Engels? Mijn vader. Jouw vader is Engels? Mijn vader is de echte Engelsman. Vandaar dat de naam ook Knight komt daar vandaan. Inderdaad. Stel, er is een voetbalwedstrijd. En het is Engeland tegen België. Voor wie ben jij dan? Engeland. Maar... Eerlijk gezegd, Johan, Frans, Eddie, Mark, Walter. Nee, voetbal Betty. Interesseert me niet. Voetbal echt interesseert jou niet. Echt niet. Waar ga jouw belangstelling wel naar uit? Waar hou jij wel van? Vooral muziek. Van muziek. We kopen heel vaak cd'tjes in allerlei genres. Is dat zoals wij, koning der Belgen? Of wij, nee, ik en mijn vriend. Jouw vriend. Ja. Je hebt jouw vriend trouwens leren kennen door de muziek. Heb ik gehoord door bepaalde muziek. Is jouw vriend hier vandaag? Ja, ik dacht wel dat hij... Ja, daar zit hallo, in de zaal. Dag. Jullie hebben elkaar leren kennen door muziek of door een muziekwinkel of door iets? Ja, ik werkte in een cd-zaak. En we kenden elkaar al een tijdje van het uitgaansleven ook. Ja? Maar eigenlijk nooit niet zo die zet gezet van kennis te maken met elkaar. Toen kwam je een paar keer in die cd-zaak cd'tjes kopen. En wat kocht hij? Dat wil ik allemaal willen weten. Meestal was dat ofwel Shirley Bassey of het was allemaal in de tijd. Echt mensen die dus vrij hoge stem hebben. Mensen met een hoge stem. En waarom is hij daar bijzonder in geïnteresseerd of zo? Hij zingt ook heel graag. Hij zingt zelf graag. Ja, vooral onder de douche. Ja. Heeft hij zelf geen ambitie om mee te doen aan de... Kan je hem niet kunnen meekrijgen vandaag? Nee, daar is hij veel te zenuwachtig voor. Veel te zenuwachtig voor. En wie ga jij vandaag voor ons ten tonele brengen? Het wordt Boy George met de voltallige groep Culture Club. En heeft dat nog een speciale reden waarom je dat gaat doen? Ken je Boy George? Ja, Boy George is eigenlijk altijd een groot idool van mij geweest. Heb ik ook al een paar keer persoonlijk ontmoet. En hoe is Boy George in het echte leven? Is hij dan ook zo met dingen en hoeden en kleuren? Wel, is eigenlijk een typische tweeling. Dus de ene dag kan hij heel sympathiek overkomen, heel enthousiast. En de andere dag, dan zou je nog niet zien staan. Echt waar? Dus ook gewoon vervelend? Ja, maar je gaat heel vervelend. Je gaat hem toch doen? Ik ga hem doen. En ga je hem vervelend of sympathiek brengen vandaag? Heel sympathiek. Heel sympathiek. Ik geloof het wel. Heel veel succes. Daar is de lift. Dankjewel. Ga je gang. En zometeen, Boy George, do you really want to hurt me? Ik geloof het niet. Daar is hij. Give me time to realize my crime. Let me love and steal. I have danced inside your eyes.
Geïmporteerd uit Hoboken, Boy George! Michel. Het had ook iets van Alice Moy, hè, vond ik. Dit is zo'n een lui, lijzig nummer. En dat heb ik niet gehoord. Ik vond dit behoorlijk dramatisch. Ik miste een beetje stemvastheid. Zeker in het begin van het nummer had ik het gevoel dat je er af en toe behoorlijk naast zat. Het is ook weer geen makkelijk begin natuurlijk, hè. En het zit daarna in een soort kabbelend ritme dat je eigenlijk moet ondergaan. En ik had het gevoel dat dat niet de nodige vonken opleverde. Althans niet bij mij. Dus ik had het gevoel dat... De outfit ziet er goed uit. Knappe, geverfde vuurvogel. Maar ik miste iets. De magie was er niet. Ja. Thomas? Ja, jammer. Helaas. Boy George ziet er misschien uit als iemand die maar 3 hersencellen heeft, waarvan hij er 1 soms gebruikt. Hola. Maar hij kan wel verschrikkelijk goed zingen. Echt waar, Boy George, die echte Boy George kan verschrikkelijk goed zingen, terwijl Patrick al bij de eerste zin uit de bocht ging, de controle over zijn stuur verloor en eigenlijk het hele lied lang de controle niet meer heeft teruggevonden. Walter, ik heb, wat vind jij ervan? Ik gelet op het visuele. Ik vond dat met heel veel plezier gebracht. Ik denk dat je heel goed de clips van Boy George bekeken hebt of zijn live optredens. Wat niet onbelangrijk is bij een soundmix, inderdaad. In het lage, gans in het begin, door de zenuwen uiteraard, zat er even iets mis. Maar van het moment dat hij het omhoog moest gaan, hoorde je dat frele, wat een Boy George toch heeft, er perfect doorkomen. Hij heeft nu eenmaal een warmere stem. Patrick heeft een iets warmere stem van nature uit. Ja. En dat is wat zij willen zeggen met dat lage. Maar dat zit gewoon in die kleur van die stem. Maar als het omhoog gaat, zat hij naast Boy George. Dankjewel, jury. Nog een applaus voor Boy George. Heeft hij verdiend. Dat heb je verdiend. Dankjewel. We gaan even kijken naar wat ons nog te wachten.